Met de basiliek op de achtergrond? Oké, maar ik ga wel nog wat input geven. Goed? Okay. We zijn hier op TZ. En TZ wordt verschillende keren georganiseerd, telkens in een andere stad. En vandaag gaat dat door in Brussel, bij ons in België. Er is een bezinning vooraf, over de middag een groot gebed, waarin dat je wel merkt dat jongeren echt dieper ingaan op het geloof. Vervolgens in de namiddag zijn er workshops, waarin de jongeren ja, heel uiteenlopende zaken kunnen gaan doen. Cultuur in Brussel opschrijven. Dus, voilà. Ga eens kijken wat Wikipedia zegt over TZ. De gemeenschap van TZ is een internationale christelijke ecumenische kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in TZ. Het is eigenlijk broeder Roger die in 1940 in TZ eigenlijk een huis heeft gekocht met verschillende bijgebouwen, omdat hij vond dat hij iets moest doen voor de armeren en voor de mensen die op de vlucht waren in de oorlog. De volgende moeten we af. Porte de Halle. We zijn er. This is the only affordable place that they can have here in Brussels, so they all flock together here. So we have a lot of students here, but unemployment among young people is very high. De workshop rond armoede en armoede in Brussel, onder andere de Marolle, sprak mij het meeste aan, omdat er eigenlijk, ja, het is toch ook een deel van de vaste, waarmee we nu toeleven naar Pasen. Spreken rond geloof, maar ook kijken naar wat je naaste minder heeft dan dat je zelf wel hebt, die rijkdom. Het is toch wel een werkpuntje of iets waar we proberen mee bezig te zijn en ons bewust te zijn van mensen die, ja, die het minder goed hebben dan ons. En dat is toch wel iets belangrijk om ons bewust van te zijn als we hier in Brussel TZ vieren samen. How would you summarize the whole experience of TZ in one word? In one word? Yeah, in one word. Diverse? Ik zou zeggen opgewekt. Als in iedereen heeft dus die heel erg vrolijke sfeer en iedereen is heel erg opgewekt. En dat is best wel fijn. Positieve energie dus eigenlijk. Ja, een mot que j'ai entendu, c'est œcuménique. C'est ce que je voudrais dire. Ça rassemble tout le monde, protestants, catholiques, orthodoxes aussi, je crois. C'est ce que j'ai entendu. Et il y a des chants méditatifs qu'ils ont répétitifs. Et franchement, voilà, c'est, je trouve ça super. I used to describe it as a utopia, you know, where you can really share with people you don't know anything about, when you just feel free to be yourself, but finally, and when you can just experience the silence as well as the dialogue. We zijn hier samen met heel veel jongeren uit onze buurlanden, dus Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. En eigenlijk is het wel heel bijzonder, want samen het geloof beleven is eigenlijk hetgene waarvoor je bijna gaat geloven. Omdat je voelt dat je niet alleen bent. En daar speelt TZ zeker een grote rol in. En ook gewoon de samenhorigheid, dat merk je bij heel veel reacties van mensen. De samenhorigheid dat TZ teweeg brengt, dat is echt wel hetgene waarvoor dat jongeren hier samen zijn. Maar vooral ook samen kunnen zingen, dat zorgt er niet alleen voor dat je naar jezelf kunt kijken en helemaal kunt terugkruipen naar je hart en naar je binnenste. Maar dat zorgt er ook gewoon voor dat je een enorm gevoel hebt van samenhorigheid. Dus het feit dat je kan bidden voor jezelf, maar dat je toch dat kan doen met heel veel jongeren samen, is wel een heel bijzonder gevoel.